Godverdikkie, dat was mijn eerste week bij Geen Stijl. En vooral op Dumper kreeg ik een heel warm welkom. De complimenten vlogen me om de oren. Jan Roos, de slechtste aankoop van Geen Stijl ooit. Wat een irritant mannetje en gewoon niet leuk, zegt Robbie. Robbie. Jan Roos heeft ook een prijs gewonnen. Ja, goedkoop scoren met linksbesje en immigrantengelul. En al heeft hij duizendmaal gelijk, hij zegt het alleen maar om in de hemel geprezen te worden als eigenwijze. Flikker op man, met je zeikstem. Ik kan zelf wel een mening vormen. Dat hoeft niet drie keer per dag voor me gedaan te worden. Nou, fijn. Alles leuk en aardig. Maar dit blijft natuurlijk alleen maar een zeikfilmpje met geen enkel ander doel dan de promotie van zijn eigen glorieuze smoelwerk. Om nog meer van dit soort doelloze zeikfilmpjes over wat dan allemaal wel niet mis is in de maatschappij. Kijk, hey, die zin is niet helemaal af. Wie is Jan Roos, zegt Bo. <laughs> Ik? Lul. Het erge is, hij heeft gelijk met wat hij zegt. Maar ik blijf me ergeren aan 1. Zijn kop. 2. De interne strijd in Jan die maar niet kan besluiten wat voor accent hij zichzelf aan wil meten. Een harde R of toch een gooise R? Hij lijkt me niet te kunnen kiezen. Ik heb geen gooise R. Ik kom niet uit het gooi. Ik weet niet waar het ligt. Jan, bedankt voor deze ingestudeerde monoloog. Toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat dit een uiterste poging is om een wit voetje bij de reguurders te halen. Nadat je er zo ontzettend naast zat met je grappige filmpje. tussen haakjes. Uh, met Van Milo. Ik wist dat je walgelijk was, maar schijnbaar dus ook vreselijk uitgekookt. Wat een zultkop, zegt stomme hond. Een zultkop is overigens, ik moest het even opzoeken, een persoon met een slechte beoordelingsvermogen of weinig intelligentie. Kansloos figuur die bang is dat hij uit de schijnwerpers verdwijnt. Goedkoop scoren met kansloos Marokkanen met 1k verhaaltje. Triest, erg triest. Nou, Tillemons, ik vind Marokkanen met 1k schrijven ook redelijk triest. Avant, waarom gunnen we zo'n racist een podium? Flikker lekker een eind op met je mening. Ik ben blij dat je slim genoeg bent een mening te vormen, maar hou die gewoon lekker voor je. Jan Roos trekt zichzelf af op zijn eigen stemgeluid. Wat er uitkomt is niet eens zo gek. Maar jezus, wat een scheidmogol naar te kijken. Ga gewoon radio doen, Jan. Dan hoeft niemand je neusgaten in te kijken als je je bakkers weer eens in de... tussen haakjes... kijk mij eens in voor het toren gaan modus zit. Pisvlek. Enfin, uh, al de fans van Dumpert... En ik zal jullie allemaal een antwoord geven, omdat tegelijkertijd. Hmm.